Ja, landelijk niet. Landelijk is nou... Ja. Het is een proces waar je ervaring mee doet, waar je ziet dat zal best wel moeilijk zijn. Ja. Maar op een gegeven moment ga je dat netwerk wat je nodig hebt op het landelijk niveau, dat ga je allemaal kennen, zal ik maar zeggen. Je kent die mensen en dan kun je veel makkelijker schakelen. Dus ik denk op termijn dat dat, nu moet je erin investeren, op termijn dat dat makkelijker. En daar is hij alleen maar belangrijker om zeg maar wel de harde zwakte te doen. Ik kijk vanuit het bedrijfsleven vanuit de vraag naar arbeid of naar personeel. En mensen zeggen heel vaak tegen mij, achtergrond is niet belangrijk, motivatie is belangrijker. We kunnen ze alles leren op het bedrijf, of via cursus of wat dan ook, maar motivatie is het belangrijkste. Maar er vinden wel al heel veel samenwerkingen en voorbeelden plaats waarbij onderwijs en bedrijven, want daar heb ik het vooral over denk ik, elkaar weten te vinden. Oké. Okay. Het is de verantwoordelijkheid van school en van het bedrijfsleven zelf. Dat vind ik, die twee moeten elkaar versterken en er moet zo'n spiraal naar boven. En dan ga je zeg maar mooie studenten afleveren die toe doen voor de bedrijven. Het zou mooi zijn als uiteindelijk een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen bedrijf en onderwijs om studenten goed te krijgen. Dat zou, die gedeelde verantwoordelijkheid, daar moet je naartoe moeten. We proberen met scholen op allerlei manieren ons product of de interesse bij de jeugd wat groter te maken. En ook onderzoek van producten en dergelijke samen met scholen te doen. Als we een nieuw product hebben we wat testen te doen samen. Ook in de praktijk, dus zeg maar meer dat dan dat het in het laboratorium allemaal klopt. Hoe werkt het uiteindelijk als daar een consument mee aan de slag gaat? Wij erin geloven, ik geloof erin, dat je het onderwijs niet alleen binnen de muren van een schoolgebouw moet organiseren, maar met name het bedrijfsleven daadwerkelijk het deelgeven in de uitvoering. Dus niet alleen de ideeën aandragen, niet alleen participeren tijdens overlegmomenten, maar daadwerkelijk het contact met studenten. Om studenten in de reële context op te leiden. Niet voor de beroepen van de toekomst op te leiden, maar in de beroepen van het hier en nu. Ja. Dus eigenlijk bedrijfsprocessen, bedrijfsvoeren, operationele bedrijven is gewoon de leerplek van de huidige studenten.